Het voordeel voor de klanten is dat LTE zeer flexibel is. Bij wijze van spreken vandaag besteld, volgende week al gereden, ook bij nieuwe verkeren. Dat wij vrij ver zijn in de douanesformaliteiten. Wij zijn AIO gecertificeerd, dus wij kunnen ook met de lading die deep sea komt de douaneformaliteiten overnemen. We kunnen zelf simvrachtbrieven opstellen. En ik denk ook het internationale verkeer met doorgaande locomotieven, waarbij wij van vertrekpunt tot eindpunt met één trein doorrijden en alleen onderweg machinisten wisselen. En dat spaart veel tijd en het maakt het product zeer veel stabieler. Voordat ik mijn functie kreeg bij LTE om LTE Nederland op te richten, ben ik al werkzaam geweest bij enkele andere private spoorwegmaatschappijen, ook bij staatsbanen. En ik moet zeggen, LTE heeft me altijd al getrokken door het open karakter, de snelle communicatie, ook vlakke lijnen. Je kan altijd meteen naar de bovenste top stappen als er iets is. En daardoor het voor elkaar te krijgen dat je heel snel kan reageren op klantwensen. En dat is gewoon echt een voordeel ten opzichte van veel andere spoorwegmaatschappijen. En dat heeft mij getrokken om na toch al een bekend aantal spoorwegvervoerders gewerkt te hebben, zelf nog een wissel naar LTE te maken. En dat ook had ik de eer om zelf van de grond op te bouwen. Dus vanaf de 2-man firma tot in 5 jaar tijd al 65 man en 15 locomotieven.